dit zo lief. Tijd om naar... Sarah is mijn hele tijd aan het pesten. Deze. Ik ben wel blij dat ik... Bij de vaste dag kan ik niet meer stoppen. Morgen, het is vrijdag. Ik vind het zo lief. Ik was even naar boven, kom ik beneden. Heeft Sarah nog een bijtje voor me klaargezet. Oh, echt super schattig. Een gesneden banaan. Echt lief. Ik moet even snel een telefoontje plegen. Denise was hier net al om de autosleutel te halen. Dus ik ga even wat dingetjes doen naar huis. Vanmiddag hebben we ook zwemles. Marcia appt ook. Die ga ik even beantwoorden. Eerst even bellen, denk ik. Ik heb net gedoucht en me aangekleed. Toen wilde ik me opmaken. Toen stond er een bezorg voor de deur. En Denise eigenlijk ook gelijk daarna. Ik heb een face mask. Dat is nog niet gezien. Het zijn deze. Ja, ik denk dat je de kleur never nooit niet goed gaat zien. Maar het is een beetje zwart met goud. Ik weet niet of het zo doorkomt. Ik denk dat deze wel heel leuk zijn. Maar ik ga ze nog even apart houden als die nieuwe tafel dan binnen is. Dan ga ik ze op weg kijken of ik ze echt heel leuk vind, want anders gaan ze retour. Maar ik vind die oude die ik heb, die vind ik op zich wel leuk, maar niet bij de nieuwe setting. Dus ik wilde deze wel binnen hebben, dat als de tafel komt, dat ik het gelijk kan uitproberen en kijken of het leuk is. Dus ik ben hier wel enthousiast over, maar het gaat even afwachten nog zijn. Oh, en ik heb net wel mijn cremmetjes, allemaal dingen op mijn gezicht gesmeerd. Dus als het zo ingetrokken is, ga ik me even een klein beetje opmaken. Tijd om naar zwemles te gaan met de weekendmix. En Sarah is grappig, die heeft de badpak helemaal als outfit gecombineerd. Dus het ziet er ook best wel leuk uit. Maar de badpak is nu een top, dus dan kan ze zich echt heel makkelijk uitkleden zo. Ik hoef alleen maar mijn rok en mijn jas en al. Ja. En de rest van je kleding heb je in je tas gedaan, hè? Ja. Oké, okay, let's go dan. En we gaan even lossen. Nee. Vrijdag. Nee? Sarah is mij altijd aan het pesten. De zwemles is er geweest. Ze zijn helemaal blij, want die heeft de vriendinnetje Noah weer gezien. En deze... Ik helemaal blij, want ik heb mijn vriendinnetje Julie weer gezien. Lekker bijgekletst. Deze... Mag ik wat zeggen? Wat wil je zeggen? Nou, ik had mijn pop en mijn quiz mee. En ja, dit pakje. Maar ja, je moest toch zwemmen. En nu gaan we heel snel even langs de supermarkt. We moeten nog even twee dingetjes halen voor morgen. Ja, en dan morgen gaan we naar hebben. Een sleepover. Leuk, hè? Kijk mama, dat zijn die meisjes die dat snoep hadden. Oh, echt? Ja. Nou, we gaan snel rijden. En een muziekhart. Gezondheid. Ja. Dat was een zwemnies. We waren een beetje laat thuis, dus ik ben heel snel gaan koken. En nu hebben we, ja, pasta dag. Vrijdag pasta dag. Bijna altijd. En nu gaan we weer gewoon hier. Ja, we gaan op de bank. Want we hebben zoiets de laatste paar dagen vakantie. Dan doen we dat gewoon en echt heel erg. Maar ik vind het ook niet erg, want er kan een nieuwe stoelen gemorst worden. Of is dat echt te erg? Maar de nieuwe tafel is er nog niet eens. Dus ik heb echt zoiets, daar gebeurt gewoon iets met die stoelen. Voordat überhaupt die tafel er staat en de accessoires er zijn. En dat lijkt me echt, echt niet leuk. Dus ja, heel stom. Maar true story. Nou, het schiet weer lekker op met mijn laptop. Ik denk, ik ga editen. Oh, ik word gebeld. Ik heb echt zo lang aan de telefoon gezeten. Oh, maar echt, elke keer dan had ik een gesprek. Dan hing ik op, dan ging mijn telefoon weer. En zo door. En als laatste had ik Marcia aan de lijn. En nu ben ik er klaar mee. Ik ga lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!